In de tweede paragraaf van ons boek staat een van de grootste en meest ingrijpende veranderingen uit de menselijke geschiedenis centraal. Het ontstaan van de landbouw. En het kenmerkend aspect dat erbij hoort is, ja dat is er eigenlijk heel simpel uit afgeleid, dat is het ontstaan van de landbouw, maar ook het ontstaan van landbouwsamenlevingen. En dan komen dus weer begrippen terug die we in de vorige video ook hebben gezien, dat begrip samenleving bijvoorbeeld. En de samenleving was opgebouwd eigenlijk uit die vier bouwstenen en je ziet daar de vier kleuren ook staan. In deze paragraaf gaat het over politieke zaken, over culturele zaken, economische zaken en sociale zaken. Dat is niet bij iedere video zo. Soms gaat het vooral over een politiek iets, dan gaat het weer vooral over een economisch iets. Maar in deze paragraaf komen dus alle vier de kanten aan bod. Oké, voor het ontstaan van die landbouw maken we een flinke stap terug in de tijd. Zo'n 12.000 jaar naar 10.000 voor Christus. En we moeten ook even naar een andere plek dan waar we nu zitten. We gaan naar het gebied van de zogenaamde vruchtbare halve maan. Het gebied zie je hier op het kaartje, dat is dat grijs geharseerde gebied. Het gebied in het Midden-Oosten dat zo begint bij Egypte en in de vorm van een halve maan helemaal uitstrekt naar Irak. Ja, met een beetje fantasie haal je die halve maanvorm er wel uit. En ook zie je misschien wel op het kaartje de reden waarom dat gebied zo vruchtbaar is. Er lopen een aantal grote rivieren door dat gebied, zoals de Eufraat en de Tigris, die regelmatig buiten de oevers traden en daardoor eigenlijk ja, vruchtbaar slip achterlieten. En bovendien was het klimaat rond 10.000 voor Christus heel erg gunstig in die vruchtbare halve maan. Dat zorgde ervoor dat er in dat gebied een overvloed was aan eetbare gewassen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan allerlei granen die in het wild groeiden. Ja, en dat was dus heel erg fijn voor die jagers en die verzamelaars die in dat gebied leefden. Maar op een bepaald moment zijn ze dus overgegaan op de landbouw. En de vraag is eigenlijk een beetje, ja, hoe dat dan kan, waarom ze dat gedaan hebben. En ja, in de eerste video heb ik het ook al gezegd, er zijn geen geschreven bronnen bewaard gebleven, dus we weten niet zeker. Er zijn verschillende theorieën. Maar ja, het zal ermee te maken hebben waarschijnlijk, dat doordat daar zoveel van die eetbare gewassen aanwezig waren, de bevolking er veel sneller groeide. Die jagers en die verzamelaars ook vaak langer op één plek bleven wonen, soms zelfs gewoon vast op één plek bleven wonen. Maar op het moment dat het dan een keer minder zou zijn gegaan, en dat kan door een klimaatverandering bijvoorbeeld zijn, ja, toen werden ze ineens gedwongen om dan zelf die eetbare gewassen te gaan verbouwen. En zoiets zal er gebeurd zijn en zo komen we dus uit bij het ontstaan van die landbouw. En de landbouw bestaat uit twee onderdelen, tegenwoordig uit meer, maar in die tijd zijn er eigenlijk twee onderdelen. Die landbouw begon dus met de zogenaamde akkerbouw, het telen van gewassen, eetbare gewassen, zoals granen bijvoorbeeld. Die gewassen die werden veredeld, de zaden van de beste, grootste en sterkste planten, die werden bewaard en die werden het volgend jaar weer ingezaaid, zodat er weer sterkere en grotere en betere planten zouden groeien. En dat is dus gewasveredeling. En daarmee begint dus eigenlijk de landbouw, maar daarnaast ging men op een gegeven moment ook proberen om de beesten waar men eerst op jaagde, om die ook gewoon binnen een omheining te houden en zo ontstond de veeteelt. Zo werden geiten en schapen en runderen bijvoorbeeld gehouden voor hun vlees en later ook voor hun vacht en dergelijke. Nou ja, zo ontstond dus die landbouw en dat was een landbouwrevolutie, een dik gedrukt begrip. Revolutie, dat wil zeggen dat het een hele grote verandering is die hele ingrijpende gevolgen in de samenleving heeft gehad. En dat zien we eigenlijk ook al een beetje terug in de tijdlijn die ik nou voorbij zal laten komen. Want we zien dus dat er een nieuw middel van bestaan bij komt in dat gebied van die vruchtbare halve maan. We kenden al dit middel van bestaan, jagen en verzamelen. Dat gebeurde over de hele wereld door de mens. Maar nu, vanaf 10.000 voor Christus, komt daar een ander middel van bestaan bij, namelijk die landbouw. En je ziet dat op het moment dat de eerste mensen in die vruchtbare halve maan aan landbouw gaan doen, dat niet iedereen meteen overschakelt op die landbouw, maar dat er ook meer dan genoeg mensen zijn die blijven jagen en verzamelen. En die twee middelen van bestaan, die twee manieren van leven, die bleven dus ook heel lang naast elkaar bestaan. Het was namelijk in het begin helemaal niet zo'n pretje om boer te worden, om landbouwer te zijn. Want de opbrengsten waren vaak gering, zeker in eerste instantie. En uit onderzoek blijkt ook dat de jagers en de verzamelaars, dat die in die eerste periode van de landbouw vaak gezonder waren en langer leefden dan die eerste boeren.
Maar langzamerhand begonnen de voordelen van de landbouw toch groter te worden en stapten steeds meer mensen over in die vruchtbare halve maan van jagen en verzamelen naar de landbouw. Wat heeft dat dan voor gevolgen voor de samenleving? En die samenleving in die vruchtbare halve maan, dat werd dus in plaats van een samenleving van jagers en verzamelaars nu een landbouwsamenleving of ook wel een agrarische samenleving genoemd. Agrarisch is een ander woord voor landbouw. Even hetzelfde rijtje als uit de eerste video. Nee, wat zijn de middelen van bestaan? Dat is nu dus die landbouw, zowel de akkerbouw als later ook de veeteelt. Bij die jagers-verzamelaars zagen we dat er nauwelijks iets van politiek was. Het was niet nodig, want het waren kleine groepen die rondtrokken. Maar nu zien we dat de groepen waarin men samenleeft langzaamaan groter worden. En bovendien gaan die mensen zich op één plaats vestigen. Ja, en dan komt er toch wel behoefte aan een bepaalde mate van bestuur. De mensen gaan in kleine dorpen leven en die werden waarschijnlijk bestuurd door de dorpsoudsten of door priesters. We weten het niet zeker, er zijn heel weinig bronnen over bewaard gebleven. Maar in ieder geval wordt er langzamerhand iets van bestuur georganiseerd. Het moet wel, want de groepen worden groter en er moeten dus afspraken gemaakt worden met elkaar. Op sociaal gebied zien we ook veranderingen in die landbouwsamenleving. Ik heb één ding al genoemd. Mensen gaan dus in plaats van nomadisch sedentair leven. Ze trekken dus niet meer rond, maar ze gaan op een vaste woonplaats leven. En dat beïnvloedt dus ook de groepsgrootte. Die wordt langzaamaan groter. En we zien nog steeds dat er een duidelijke rolverdeling is tussen man en vrouw. Op cultureel gebied, ja, daar zien we ook nog steeds dat er allerlei magische rituelen zijn. Maar er is verder niet zoveel van bekend. Ja, en daarnaast zien we, en dat is dan het wetenschappelijk gedeelte, als je het zo wilt noemen, van die vroege landbouwsamenleving, dat is het feit dat ze allerlei uitvindingen gaan doen. Die uitvindingen zijn nodig om die landbouw beter te laten verlopen. En een van de belangrijkste uitvindingen is de uitvinding van het schrift, zo rond 3000 voor Christus. Die landbouwsamenleving was dus heel erg verschillend van die samenleving van jagers en verzamelaars. Dat blijkt hier wel uit. En vandaar dat het dus ook een landbouwrevolutie was. Omdat dat ontstaan van die landbouw hele grote gevolgen had, revolutionaire gevolgen dus, voor de manier waarop mensen leefden. In eerste instantie was dat in het gebied van die vruchtbare halve maan, maar uiteindelijk zien we de landbouw ook op andere plekken in de wereld opduiken. En hier zie je dan die verspreiding van die landbouw. Het donkergroene gedeelte, dat is die vruchtbare halve maan. Daar begon men zo rond 10.000, 9.000 voor Christus dus al aan landbouw te doen. En de iets lichter groene gebieden, daar werd vervolgens de landbouw geïntroduceerd. En de lichtgroene gebieden, daar werd dus tussen 4000 en 2500 voor Christus met landbouw begonnen. En je ziet dat vanuit die vruchtbare halve maan de landbouw zich verspreid heeft richting India, maar vooral richting Europa. Juist precies naar die gebieden, omdat daar eigenlijk geen natuurlijke barrières waren. Ten zuiden van die vruchtbare halve maan daar waren allerlei woestijnen en ten noorden van die vruchtbare halve maan daar waren allerlei gebergten. En dan kon dus een vinding zich niet zo snel verspreiden, maar richting het westen, richting Europa ging dat dus wel. En zo werd de landbouw in Europa geïntroduceerd. Maar je ziet dat ook op andere plekken in de wereld, onafhankelijk van elkaar, landbouw wordt uitgevonden. En dan zie je meteen een heel typisch iets uit de geschiedenis. Namelijk de ongelijktijdigheid van de geschiedenis, om maar eens een lastig woord te gebruiken. Want terwijl de mensen in Europa dus nog jagers en verzamelaars waren, was men in het Midden-Oosten dus al aan het leven van de landbouw. En dat is dus die ongelijktijdigheid. Dat zie je bijvoorbeeld ook terug in dit overzicht. Mesopotamië, de linkerkolom, dat is eigenlijk het gebied van die vruchtbare halve maan. En daarnaast zie je dus Europa en ook nog apart Nederland en België genoemd. En dan zie je dat de ontwikkelingen in die vruchtbare halve maan in Mesopotamië veel sneller gaan dan in Europa en zeker dan in Nederland en België. In die vruchtbare halve maan wordt bijvoorbeeld al 1500 jaar eerder gebruik gemaakt van koper dan in Europa. En ook het brons en het ijzer worden eerder in Mesopotamië in die vruchtbare halve maan gebruikt dan elders op de wereld.